Dan heb ik nog een mop van een dom blondje. Hoe draaien vier domme blondjes een lamp, Bos? Eén houten lamp. Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van Euro Truck Simulator. En vandaag gaan we starten in Kiel. En dat is een stad in het noorden van Duitsland. En ik heb dadelijk nog een heel verhaaltje over Kiel. Ik heb er zelf nog nooit van gehoord eerst, maar ik heb het even allemaal uitgezocht. En dit is een stad in Duitsland, in het noorden van Duitsland. En we gaan van Kiel naar Hamburg. Ja, spoorwegovergang en Trent die vroeg, ga starten in Kiel. En ja, dan ga ik daar natuurlijk gewoon starten. En ja, we vroeg ook nog iemand of ik naar Düsseldorf moest, of ik in Düsseldorf wou starten. En ja, in Düsseldorf ben ik 2 afleveringen terug al geweest. Dus ja, ik heb zelfs een retourtje Düsseldorf gehad. Dus dan gaan we niet in Düsseldorf opnieuw starten natuurlijk. Dat zou een beetje overbodig zijn. Ja, misschien over een tijdje weer. Maar in ieder geval vandaag starten we in Kiel. En ik ga lekker vlot volgens mij de stad al uit. Oh, een stoplicht. Zo, ook even stoppen natuurlijk. En ja, vorige week had ik een leren jas aan. En die heb ik gelukkig weer uitgedaan. Want ja, dat was ook echt verschrikkelijk heet. Want ja, je ziet het niet, maar hier staat een lamp en hier staat een lamp. En als die met een leren jas op je kop schijnen, nou dan heb je toch aardig... Even hier staan, heb je toch aardig heet. Ja. Maar ja. Ik heb trouwens ook nog steeds mijn bril op. Ik heb de bespiegeling in mijn bril wat minder erg gemaakt. Maar binnenkort ga ik weer om lenzen, want... Ik was vorige keer ook om lenzen geweest. Toen is het hem niet geworden. Maar ik ga toch nog een keer om lenzen. En ik ga het toch nog gewoon een keer proberen. Want ik vind een bril toch niet echt prettig. Maar ja, ik heb nu wel de hele tijd mijn bril op. Dus nu ben ik wel een beetje aan het goede zicht gewend. Dus als ik hem afzet is het nu ook niet echt prettig meer. Maar ja, nu ik hem opzet is het misschien makkelijker om een om lenzen in te doen. Ik weet ook niet. Dan zijn mijn ogen al gewend aan de sterkte, zeg maar, die ik dan de hele dag op heb. Ja, misschien ga ik wel... Je hebt een nieuw bericht. Oh. Ja, misschien ga ik wel weten van die dag- en nachtlenzen nemen. Die hoef je dan s'nachts niet uit te doen. Dat vind ik dan wel op zich wel chill. Want ja, die kan je dan een week gebruiken. En na een week moet je even nieuwe in doen. En ja, ik vind dat idee dat je steeds je oog aan moet raken. Dan erin, dan eruit. Dat vind ik gewoon echt helemaal niks. Maar dag- en nachtlenzen, ja, dat bestaat dus ook. En dat vond ik inderdaad al wat. Dus ik ga dat eens een keer proberen. In ieder geval, ik ga even informeren. En dan gewoon nog een keer proberen. Om zo'n ding in mijn oog te plaatsen. Maar ja. Ik had trouwens ook nog informatie over de stad. Ja, ik pak even een blad in mijn hand. Hier zie je. En ik kijk tegen de vangrail. Aangelukkig zit de vangrail er. Kiel is een kreisvrije stad. En een kreisvrije stad, dat is een soort stad met speciale... Ja, dat weet ik ook niet precies, maar in ieder geval. Kiel is een kreisvrije stad in het noorden van Duitsland. Het is de hoofdstad van de deelstaat Schleswig-Holstein. De stad telt... 241.533 inwoners. Nou, dan weten we dat ook weer. Ja, het leek me een beetje leuk om gewoon informatie van de steden aan jullie te vertellen. Bij elke stad waar ik ga beginnen. Bij elke nieuwe stad dan. Dus als ik in Düsseldorf ga starten. Ja, dat heb ik natuurlijk nog niet verteld. Maar dan ga ik het dus vertellen aan jullie. Dat is wel, lijkt me wel leuk. Ik ga vandaag natuurlijk ook weer de comments behandelen. En ja, en je wilt het misschien niet weten. Maar het is op dit moment... 3 uur s'nachts. En ja, ik heb het morgen echt verschrikkelijk druk. En ik kon niet slapen. Dus ik dacht, ik ga gewoon voor jullie gewoon om 3 uur s'nachts een aflevering maken. Nou ja, waarom ook niet? Hè? Woensdagavond, midden in de nacht. Nou ja, hè? Ieder zijn eigen ding. Ik zie hier borden en volgens mij staat er bovenop Berlijn. En dat is natuurlijk de hoofdstad van Duitsland. Maar daar gaan we niet heen. We moeten naar Hamburg. Kijk, Berlijn, dat is rechtsaf. En Bremen. Ja, Bremen. Daar heb ik ook nog een verhaaltje over. Ik was laatst in Groningen en daar zag ik op de borden staan Bremen. Dus volgens mij is Bremen vlakbij Groningen. Ja. Dan weten we dat ook weer. Hamburg. Even mijn richting aangeven, zo. Ja, rijles is ook weer achter de rug en het gaat echt steeds beter. Maar nog geen theorie aangevraagd. Sorry. Oostvaart, hierheen, zo. Trouwens, Euro Truck Simulator 3, die is inderdaad al uit. En die ga ik binnenkort ook spelen. Dus laat even weten of ik dat ook moet gaan doen. Of dat ik dit verder moet gaan spelen. Maar in ieder geval,
Ik blijf dit nog wel een tijdje doen, maar ja, na een aantal weken ga ik misschien wel Euro Truck Simulator 3 doen. Dus laat even weten wat je daarvan vindt. Wacht even, ik moet natuurlijk uit. En dan heb ik natuurlijk ook comments, zo zegt Max Jolo Düsseldorf. Ja, dat zei ik net ook. Iemand vroeg om in Düsseldorf te starten. Ja, dat was dus Max Jolo. Maarten Boot, die zegt super weer. Ja, ik vind het ook een lekker weertje buiten. Nee. Bedankt Maarten. Natuurlijk vind jij het altijd super. En ik heb Hamburg ontdekt. Nou, kijk eens aan. Spoorwegoverhanger Drenthe, die zegt, hoe is het met je rijbewijs? Dat heb ik net verteld. En dit is mijn eerste reactie in de video. Ja, oké. Guus Max Boris Blivius 112, die zegt, wil je YOLO rijden, moet ik vragen van Max Vakantie MVT. Oké. Nou, YOLO rijden, dat ga ik wel een andere keer doen. Max YOLO, ook weer YOLO erin, die zegt, hoe is het met je rijbewijs? Heb ik net verteld. Spoorwegovergang Drenthe, die zei inderdaad, begin in Kiel. Nou ja, dat heb ik voor je gedaan, zoals je ziet. Even de bocht om. Als ik dadelijk weer ergens tegenaan. Wil je rijden over een spoorwegovergang, zegt Max YOLO. Ja, ik wil best rijden over een spoorwegovergang. Alleen, ja, moet ik wel weten waar die dingen zijn natuurlijk. Spoorwegovergangen. Even een spoorwegovergang in Drenthe vragen. Maar, weet je wat? Of ik over een spoorovergang wil rijden. Spoorwegovergang. Nou, kijk, ik ben bijna bij de eindbestemming. Dan moet ik, dan moet ik hier inderdaad rechtdoor. Maar ik bedoel, kijk, als ik moet hier dadelijk rechtsaf. Maar dan ga ik voor jou rechtdoor en ga ik even op zoek naar een spoorwegovergang. Dan, ja, anders is de aflevering ook weer zo kort. En ik ben nog ruim op tijd voor de aflevering. Dus, voor het afleveren van mijn vracht bedoel ik, hè. Ja. Erik Kiesau. En die zegt een keer iets heel anders. Die zegt, Wacht. Ik zet even de vrachtwagen aan de kant om het verhaal van Erik Kiesau voor te lezen. Wacht. Even mijn gevarenlicht aan. Zo. Ja, dit zijn mijn gevarenlichten niet, maar lekker boeien. Lekker YOLO. Ja, doe ik ook weer een keer YOLO. Hol Game Channel. Amsterdam naar Bussum. Iets heel anders. Een comment van Erik Kiesau. Oh. Dat is inderdaad iets heel anders wat we vorige week vroegen aan je. Ja. Leuk. Ik bedoel, vorige week, gisteren. Ja, gisteren. Bij Train Simulator waar ik bij je was. Rico Koster die zegt, Truck Simulator is al uit. Ga ook een keer proberen vrachtwagenchauffeur te worden. Dan moet je dit alvast goed leren. Rood licht overtreding. Ja, of ik vrachtwagenchauffeur wil worden. Nou ja, kijk. Laat ik eerst maar even gewoon mijn rijbewijs halen. En daarna, ja, verder kijken. Maar ik vind het nou niet echt iets voor mij, vrachtwagenchauffeur. Kijk, dit is natuurlijk een spel. Maar ja. In het echt, vrachtwagenchauffeur, ik weet het niet. Eerst mijn rijbewijs maar. En dan kom ik later op je antwoord terug. Op je vraag terug. Als ik mijn rijbewijs heb. Dus volgend jaar, ja, weet ik veel wanneer ik mijn rijbewijs heb. Jorn van Herk zegt, leuke video, misschien kan je Bus Simulator gaan spelen. Nou ja, daar zat ik ook over na te denken, Bus Simulator. Want ik heb Bus Simulator New York. Ik weet niet of je dat wat vindt, maar ik zat eraan te denken om daar een keer een special voor te maken. Op een dag dat we niet uploaden, dus laat even weten wat je daarvan vindt. En ik rij volgens mij Hamburg zo weer uit. Ik ben op zoek naar een spoorwegovergang speciaal voor Max YOLO. En misschien een beetje voor spoorwegovergang in Drenthe. Ja, ik ga nu wel ongeveer terugrijden naar de eindbestemming. Want ja, ik moet natuurlijk de vracht ook afleveren. Dat wil ik doen voordat ik een herinnering krijg van de opdrachtgever. Dat ze op de vracht zitten te wachten. Vorige keer was ik bijna te laat. Dat wil ik natuurlijk nu niet hebben. Dat gaat natuurlijk van mijn bonus af. En van mijn geld. Ik heb ook weer de moppen vandaag. En ik heb vandaag aardig het internet af zitten speuren naar goede moppen.
Zo heb ik een mop van een dom lontje. Melanie, heb je die brief gisteren naar de post gebracht? Ja, mijn heer. Ik heb hem voorzichtig in de brievenbus gestopt toen niemand het zag. Dat is alweer een postzegel uitgespaard. Ja, hey, dat is inderdaad heel dom. Heb ik nog een mop van een dom blondje. Hoe draai je 4 domme blondjes een lamp los? 1 houdt de lamp vast en de andere 3 draai je haar rond. Ja. Dat is inderdaad heel dom. Maar ik ben natuurlijk ook een dom blondje, dus ik zou het ook zo doen. Niks tegen domme blondjes. Wat is het toppunt van nieuwsgierigheid? Door het sleutelgat van een glazen voordeur kijken. Ja, dat is inderdaad heel nieuwsgierig. Hoewel, ik kijk ook wel zo'n sleutelgat in de kamer van mijn broertje. Ja, soms hoor ik van die... ik hoor soms dingen gebonk uit mijn broertjes kamer komen. Ik weet niet wat hij dan aan het doen is. De hele kamer aan het verbouwen of zo. De stoelen dan aan het spelen. Maar dan kijk ik inderdaad wel een soort sleutelgat van de kamer van mijn broertje. En dan kan je aardig wat zien hoor. Moet je je niet in vergissen. Heb ik nog een laatste mop. Waarom vliegen vogels in de winter naar het zuiden? Dan moet je niet al te moeilijk denken. Het is te ver om te lopen. Ja, dat is een hele, hele flauwe mop. En die was misschien ook wel te verwachten. Ik kom niet bij het gaspedaal. Even iets meer. Met mijn voeten onder de tafel. Onder het dashboard. Onder het stuur, sorry. Het dashboard zit aan de andere kant. Het zit hier. Ja. Ho! Nee! Nee! Ik dacht ik moet er hier in. Maar nee. Ik moet er daar pas in. Ho. Lekker slim dit weer. Ja. Kijk. Ik dacht ik ben er al, maar ik moet er hier gewoon in. Er staat trouwens ook nog een hoop op de planning van Game Channels. We gaan binnenkort een livestream doen. En ja, we vragen nog steeds aan jou, welke game wil je in de livestream zien? Laat even weten in de video die we daarvoor hebben gemaakt. Even op de rem, want ik ga vandaag achteruit inparkeren. Want dat heb ik mijn rijles ook gehad, dus dat ga ik aan jullie even zo netjes laten zien. Zo, want ja. Natuurlijk ook nog echt een keer proberen, want ik heb altijd al met de parkeersensor gedaan. In de andere afleveringen, dus ik wil het vandaag echt een keer zelf doen. Dat zou ik wel een hele erge prestatie vinden. Maar wacht. Dit is een beetje moeilijk. Ik ga terug naar de cabine, want zo doe ik het met rijles ook gewoon via de spiegels. Dat is nog wel het makkelijkste. Trouwens, over Euro Truck Simulator gesproken. Victor gaat binnenkort een keer Euro Truck Simulator doen op de donderdag of op de woensdag. Dan moeten we nog even kijken. En dan ga ik Train Simulator doen, dus... Ja, ik kan een trein besturen. Ik kan een vrachtwagen al amper besturen. Dus een trein, ja, het gaat wat worden. Eigenlijk hebben we net zoiets met de SLT een tijdje terug. Bij Victor. Maar dan 3 keer zo erg, denk ik. Ja, als ik het elke keer ga doen, elke aflevering een ontsporing, ja. Wacht, ik ga even zo kijken. Hey, kijk eens, we zijn er bijna. Wacht. Nu heb ik volgens mij bijna klem. Nee. Het lukte me bijna. Ik ga zo. Nu zet ik hem recht. Zo. Recht achteruit nu. Zonder te sturen. We doen het anders. Kijk. We gaan zo.
Rijden. Ja. Nee. Weet je wat? Dit kan ik niet. Ik kan het gewoon niet. Ik zet hem er gewoon vooruit in. Hoppakee, ik ben er helemaal klaar mee. Vooruit lukt het me wel. Nog even oefenen. In ieder geval, bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Euro Truck Simulator. Waar moet ik volgende week gaan starten? Laat even weten hier beneden. En als niemand iets laat weten, dan ga ik gewoon starten in Düsseldorf. Laat ook nog even een game weten voor de livestream in de video voor de livestream. Dat kan je vinden bij de video's. En dan zie ik jou zaterdag weer met Sims 4. Doei. Dat was Euro Truck Simulator voor deze week. Wil jij meer Euro Truck Simulator zien? Check dan de video in het scherm voor een oude aflevering. Zaterdag is Dimitri terug om 4 uur met de Sims 4, waar er een vervolg komt op de Game Channel familie. Vond je deze video nou leuk? Vergeet dan zeker geen like achter te laten. En ken je ons nog niet? Vergeet dan ook niet om te abonneren. Graag zien we je zaterdag weer om 4 uur. Tot dan!